Yo, kijkers van Homestucker, welkom bij deze nieuwe aflevering van natuurlijk de Let's Build van Helm's Deep. En vandaag zijn we er weer met een nieuwe aflevering, gezamenlijk met Dennis. Dus laten wij gaan beginnen. We gaan eens even kijken of hier iemand aan het werk is. Hallo, is er iemand aan het werk? Ik word niet genoeg betaald en Oh jongen, hier, nou komt het hoor. Nu komt het, jongen. Nou heb je er ook gewoon omgevraagd. Hier, pak aan. Hup, werken jij. Werken. Hup, werken. Ah, geweldig dit. Oh, je gaat ook nog meteen al obsidian in doen, broeder. Obsidian? Of obsidian, what the fuck, bro? Wat zijn wij nou weer? Nou, dus Leon, weet je wat het mooiste is? Jij zegt dat nou, hè? Maar ik heb dat zelf ook altijd. Als ik bedrock bedoel, zeg ik automatisch obsidian. Het is gewoon, ik heb gewoon allergisch voor jou, Dennis. Je hebt altijd van dat soort dingen en dan raak ik er ook aan verslaafd. Hetzelfde als met Wiet. Altijd een gezeik met jou, potje aan dolly. Altijd een gezeik met jou. Het is altijd hetzelfde hier. Ik vind het zo mooi, hè. Ja, ik heb dat in de klas gedaan en nou zegt gewoon iedereen. Wat? Altijd een gezeik met jou. Altijd een gezeik met jou. Hetzelfde met jou. Altijd een gezeik met jou. Jij maar jou, pas aan door. Ik heb trek in een pannenkoek. Aan een dikke sigaar. Een dikke sigaar, hè? Nou, ik ben geen smoker, de woker. Maar Leon daarentegen, jongen. Oh. Ik heb wel gerookt, maar niet. Ik ben nu gestopt. Ik ben het goede pad op. Stiekem was het gewoon echt fucking duur. Maar dat maakt niet uit, roken is heel slecht voor je en zo. Ja, want Leon is zo... Dat is wat ik mezelf ook altijd zei, totdat ik begon. Kijk, Leon denkt gewoon zo... Als ik nou stop met roken, dan kan ik mijn benzine makkelijker betalen van mijn auto. Ik heb nog geen auto. Ik begin wel binnenkort met rijlessen. Ja, maar dat is ook belangrijk. Oh. Echt wel, hè? Ik weet het al. Ik ben al iedere week bijna 10 euro kwijt aan benzine. Ja, maar jij hebt een scooter. Scooter, ja. Maar daar heb je ook wel heel hard voor gewerkt in de vakantie. Ja, nee, daar heb ik mijn PC nou van gekocht. Oh ja, maar hij zou al officieel binnen zijn, toch? Als ik het goed heb. Nee. Ja, de helft is het nu. Zo te zeggen. Die staat nou letterlijk links van mij. Maar de andere helft, dus de computerkast en de processor, die komen denk ik volgende week of zaterdag komen ze. Ik hoop voor je zo snel mogelijk. Ik had ze zondag besteld en het zou 12 dagen duren. Dus dat wil zeggen dat het de mogelijkheid is dat het vrijdag of zaterdag komt, deze week nog. En anders verwacht ik volgende week maandag of dinsdag. Mm-hmm. Het is altijd zo mooi dat je het zo snel mogelijk krijgt. Want dan kan je ook, in ieder geval heb je altijd met mensen die komen bij ons in de leenbakker. Die willen altijd snel mogelijk iets hebben. Waarom? Omdat ze dan gewoon gebruik van kunnen maken. Je gaat eigenlijk niet voor iets betalen. Wat je dan weet van ja, dat duurt nog een echt een eeuwigheid voordat ik het heb. Godverdomme. Altijd een gezeik. Altijd een gezeik bij jou. Het is altijd hetzelfde. Waar is het eigenlijk van? Ik weet het niet, maar het klinkt altijd gewoon grappig. Het klinkt echt iets net of van oma Henk is. Oh, ja, volgens mij wel. Altijd een gezeik bij jou. Ik weet niet, jij begon er toen opeens mee, toen heb ik het echt van je overgenomen. Ik weet niet eens meer wat het is. Ik weet niet, het zit gewoon ergens diep van binnen. Is het de humor van Mas? Het brandt gewoon. Nee. Als je het brandt. Alsof je gewoon een dikke slok wodka neemt. Zo. Ja, ik heb één keer wodka op en ja. Wat je nou zegt, het branderige gevoel, dat heb ik inderdaad wel gevoeld. Ja, in mijn strot. Nee, dat was nog niet, zou ik zeggen, van zo, dat ga ik nog een keer drinken. Zo, dat vind ik leuk. En het was geen pure wodka, want het was met siroop of zo erbij. Siroop? Je bedoelt cola of zo? Nee, het was met ranja erbij of zo. Ranja? Wie drinkt er dan vodka ranja dan? Een oud klasgenoot van mij. Ah, die was gewoon verslaafd. Ja, die drank heel veel wodka. Hij zei van, toen mocht jij gewoon een slok. Hè? Ja, ik mocht een slokje proeven. Het zal wel. Hè. Je voelt het letterlijk helemaal door je keelgat. Helemaal. Je voelt het er gewoon helemaal van onder tot bovenaan doorheen gaan. Nou, dat is fijn. Ja, lekker toch.
Ik had wel een keer toen ik op vakantie was, toen had ik zo'n vodka besteld, vodka cola. Maar ja, toen kreeg ik in plaats van wat je normaal cola in een drankje hebt, dat heb je dan een vodka erin. Dus ja, het echt gewoon 75% is dan vodka en 25% is cola. Normaal heb je het altijd andersom, weet je. Of heb je daar geen beeld bij? Nee, maar ik snap wel, buitenlanders altijd qua alcohol zitten. Wel eens nee, maar dat vonden ze grappig. Oh, wow. Stomme barmans uit Bulgarije, altijd mij oplegden. Ik had gewoon willen genieten van een drankje, maar ja, toen kwamen ze met kutdrankjes aan, waardoor ik misselijk werd en moest kotsen. Dat doet drank met je mensen, we moeten van kotsen. Dat je moet kotsen als werelden botsen. Denk gelijk weer aan een SpongeBob. Wat? Dat klinkt echt gewoon echt als high-taal, weet je wel? Zo van, ik ben helemaal high. Helemaal high, weet je waarom dat ik helemaal high ben? Ja, omdat je in de zee zwemt. Nee. Ik zie er eentje zwemmen. Alleen hij heeft geen... Ziet er eentje zwemmen? Ja. Want de pad! Want ik heb toevallig net nog wat paddo's op. Nee. Er is ook nog zo'n hele andere meme gehyped, hè? Wat? Rustig! Rustig! Ik vond het wel geniaal. Rustig. Ja, ik weet rustig. Wat je bedoelt. Rustig. Maar ik vind nog steeds die van Gandalf is gewoon pro en die van Thorin. Which blew me one last time. En natuurlijk, you shall not pass. Ik vind dat liedje van jou ook wel leuk, zo met dat stukje. Met dat je zegt van, of die remix van, you shall not pass. Of dat zegt hij heel, heel raar, zegt hij dat. Oh ja, ik weet wat je bedoelt. Waar je altijd al op de musicbot hebt staan. Ja, dat is die, ja die, daar heb ik er twee van. Eentje is van de Lord of the Rings, alleen die andere, die van de Hobbit, doet het niet. Nee, die, oh, die dacht van, ja, nee. I give up. Ja, die vind ik eigenlijk nog wel het mooiste. I hate this fucking teamspeak, I take my off, I'll take off now. Dat is zo van, and you must go kind of way you fool. Ja. Today is my Perrin took for a fool. Hoe heet hij, zo zegt hij dat? Perrin took, of wat is zijn naam ook alweer? Nou, dat weet ik ook niet. Oh, en nou, weet je wat erg is? Perrin took, Perrin took. Dit heb ik eigenlijk bijna nooit. Ik zit op een bureaustoel en nou krijg ik weer slaapvoeten. Dat is zo klote. Dan moet je ook niet op je benen gaan zitten, dan moet je op je kont zetten. Nee, ik zit ook op mijn kont, nee. Godverdomme. Altijd daar gaan zij bij jou. dan ga ik gewoon binnenkort een keer een video maken. En dan telkens als iemand wat zegt van altijd daar ga zij met jou, of iets in die richting, dan ga ik gewoon zo'n counter in beeld laten komen, weet je wel, dat is geniaal. Nee, weet je wat je een keer moet doen? Gewoon alle stemmetjes die ik ooit heb gedaan. En dat we maken. Nou, dat zijn er veel. We zijn altijd daar ga zij met jou. Ja. Yes, we are ready to make the horn. Nee, niet de horn, maar ik ga internet opstarten. En dan moeten we dan beginnen met dit ding. Maar dan was eerst een voorstuk. En dan kreeg je nog eens of een stuk omhoog. En dan kreeg je pas die inbouw, toch? Of niet? Ik ga hier nog een klein dingetje doen. Anders kan je niet echt perfect lopen. Bestaat uit 5 boogjes. Een trap naar boven waar onder links en rechts een standbeeld staat. Oh, ik ben slechte standbeelden, dan moet jij binnenkomen. Nee, ik weet wel een mooi standbeeld. Oh, deze kant moet ook nog, kutzooi. Hey, well, I fucked up. I can't care. I love it. Hier, begin jij anders maar met dat ding, Dennis. Yo, zet een plaatje staan en ik niet. Yes, that will be my arrangement, my friend. I will help you with making my Helm's Deep. Is your Helm's Deep now? What the fuck, Dennis? Yes, it's ours. It's my Helm's Deep because the glittering case is behind this, and the glittering case is from Gimli, my cousin. Your cousin. My cousin. Are you Dan? No, I'm not Dan. I'm Fro. Fro. Just what Thorin, but that does not matter. Does not matter because I think Thorin Oakenshield does not die in Battle of 5 Armies because on the last few seconds of the movie I shut it off. So he does not die. Oh, echt waar, ja. Oh, ja. Dat is ook van die mensen die dat zeggen dan, hè. Ja. Geniaal.
Dat heb ik ook gedaan toen Aaron hier was. Ja, zet hem nou uit. Hoezo dat dan weer? Ja, dan gaat Thorin dood. Dat wil ik niet zien. Hij leeft gewoon nog, jongen. Wauw, echt waar. Dat vind ik wel humor. Wauw. Ik lach niet vaak, maar als ik lach, dan lach ik om jouw kutgrappen. Ja. Oh, ja, die van Lucas zijn helemaal slecht. Die zijn eigenlijk gewoon niet grappig meer. Dat zijn meer van de grappen, dat hij hoopt grappig te zijn, maar uiteindelijk dat het dan een beetje grappig is, of dat het gewoon echt gewoon totaal echt nee. Is van ignore session mate. Nee, zelfs toen met zijn doggel duur. Oh ja. Dat was gewoon echt, toen overtrofte die echt alles hoor. Toen dacht ik echt van, Lucas, ik heb jou veel horen zeggen, maar dit is nou, je spat nu echt de kroon. Ja. Ik heb in mijn tijd... Goeie gozer, je kan heel veel doen, maar nou. Op geen moment is het echt over tussen ons twee. Mm. And no distance relations. Ik weet niet meer waarvan het is. Dat weet ik ook niet. Oh, je maakt ook nog iets vets. Ik dacht al, wat de fuck ben je aan het doen hier? Ja, in de film is het de kale muur. Ik denk van, we moeten er wel iets van maken, hè? Ja, zo is dat. Dennis, jongens, daar kan je op bouwen. Maar Dennis, ja, snap je hem? Die was grappig. Nee. Dus eerder met Dennis kun je bouwen. Ik vond hem wel goed. Nou. Op Dennis kan je bouwen. Ja, met Dennis kan je bouwen. Oké, rap battle incoming. Oh! Yo, mijn naam is Dennis en ik bouw heel erg veel. Soms na het bouwen heb ik last van mijn keel. Oh. Nee, dat komt eerder van de golem. Meestal bouw ik in de Shire, maar ja, ik weet niet wat er op Shire reems, dus ik zeg maar gewoon, this is a hobbit and he is for hire. He is for hire. Wauw. Wow. Hey mam, kan je nog harder met de deuren slaan? Ik probeer op te nemen, man. Oeh, hey, echt waar, hé. Hey. Ik nooit stil zijn als je het gewoon vraagt, hè. Altijd dan ga zij met haar. Altijd dan ga zij met jou. Hey, probeer op te nemen, man. Deden van die dekeningen. Waarschijnlijk is ze nou stil en durft ze niks te zeggen. Of gaat ze nu haar doen? Maakt echt kabaal van hier in Tokio. Altijd een gezeik bij jou. Ja, nu is het echt gewoon een meter in. Met dat ik het gewoon echt gewoon de hele video ga nakijken. Hoe vaak wij dat zeggen? Altijd een gezeik bij jou. Altijd een gezeik bij jou. Nee, hou op dat. Dat kost mezelf al werk. Het houdt niet op. Iets vanzelf. Wacht even, heb ik nou iets... Oh, wacht, lol, dat zijn gewoon deze dingen. Ja, ik heb nou ook even... Ik moet even bij een speak hoor, want ik wil wel dat het symmetrisch is. Ja, ongeveer. Ik zit er nou ook wat gaten in te maken, zeg maar. Met die stairs dat je dan in één keer een hap eruit doet of zo. Anders is het zo recht. Alleen... What's happening? What's happening now? What are you doing? Altijd dat. Nee, ik zeg gelijk het toch niet, ja. Ik zeg gelijk het toch niet. Altijd dat gezegd bij jou. Maar ik vind het ook wel fijn dat je eigenlijk nu ook Iron Hills Merchants hebt. Ik weet niet of je dat al opgevallen was. Ja, maar was. Jij zei toch dat die hele goede shit hadden, of niet? Ja, ik laatste keer dat keek verkochten ze gewoon Mithril Trimmed Armor en shit. Ja? Oh, dan weet ik al wel Mithril Trimmed vandaag gaan halen. Oh, nou... Ja, maar die kan je nou alleen over heel de wereld halen, want ze kan ze niet inspawnen. Oh, ik denk in één keer aan iets. En dat is... Nee, niks. Oh, hij ziet nu helemaal de opportunity om ons helemaal kapot te maken. Nee. Ik denk in één keer aan iets. En ik denk... Ik weet niet of... Ik ga het denk binnenkort even testen. Oké. Ik was al even in gedachten gegaan, man. Ja, nee, maar weet je wat het is? Ik kan jou niet te veel vertellen. Jij bent dadelijk... You are the dark servant of the dark lord Sauron. We don't serve you. Dat wilde ik nog net niet spoileren, maar goed. Nee, dat maakt niet uit, jongen. Jij bent maar gewoon een heel zielig jongetje in Rohan, met een schildje op zijn kont. Hey, weet je wat echt grappig was? Er was zo'n meisje in mijn klas en ik zat altijd te trollen, weet je wel. Altijd van die kutopmerkingen. En toen zei ze van, ja, ik ga jou slaan. Ik zeg zo, ja, hier, kom maar, ren maar achter me aan. Dus ik ren door de hele klas heen met mijn lange lichaam, echt heel lam. Ik ben echt gewoon een lamzak, dat je dat ook even weet. Ja, ik ook. Maar goed, wat er dan gebeurde, uiteindelijk moesten we gaan zitten. Ja. En wat grappig was... In één keer pleurt ze een boek tegen je gezicht aan. Nee, ze zei van, ja, ik ga nog wat terugstaan. Ik zeg zo, you're gonna smack that ass. Toen keek ze me echt zo aan van, ja, nu heb je het geflikt hoor, nu heb je het geflikt. Toen? Niks. Toen ging ze mij WhatsAppen.
Stuurde ze mij een zwarte middelvinger op WhatsApp. Weet je wel, dat is allemaal die nieuwe icoontjes. Wow. Een zwarte middelvinger, kan ze ook racistisch. Ja, heb ik erop gereageerd. Heb je die vinger in je kont gestopt of zo, waarom die zwart is? Ik vond hem wel goed. Ja, dat is echt, wauw. Jij zit... Wauw. Jij zat nou toch op het MBO nog, hè? Ja. Ik ken de humor. Ja, alleen, maar op HBO dan heb je allemaal volwassen humor. Nou, weet je wat het is? Kijk, je hebt ook kantoorhumor, want dat heeft mijn ma al verteld. Kijk, weet je wat de kantoorhumor is? Nou, vertel. Die contract wordt niet verlengd. Wat is dat grappig aan? Ja, helemaal niks. Je contract wordt niet verlengd. Nee. En dan verwachten ze dat het grappig is. Ja, wat is daar grappig aan? Dat weet ik niet. Dat is kantoorhumor. Het is echt zo slecht. Ja. Lachen ze je gewoon uit als je contract niet verlengd wordt. Oké, Dennis. Soepel. Nee, maar dat is mooi. Want ik bedoel, mijn ma zit op de administratie. En als iemand bij ons ontslagen wordt, of ik zou ontslagen worden, zou ik het meteen horen. Dus dan weet ik gewoon als ik zo van houd. Oh man, wat een slechte zaak. Hè, ik zoek Mossie. Hebben we Mossie? Mossie. Verlengd. Mossie Cobblestone, heb je die niet meer? Jawel. Ja. Oh, nee, Moss Stone, lol. Ik typte in Cobble en ik typte in Mossie. En toen kreeg ik ze maar niet. Eigenlijk is het detail wat we pas op het ei moeten toevoegen. Welk detail? Oh ja, dat. Ja, dat doen we later wel. Ja. Nou. Dan gaan we gewoon lekker met een brusje overheen. Ja, maar ik zit hier met een rot. Ik zit hier met een hoek die ik moet maken. Een hoek. Dan laat je hem toch lekker... Oh, wat? Hier een hoek? Ik heb een hoek. Oh, je bedoelt deze hoek? Ja, die van 45 graden. Ja, dan maak je hem toch nog een keer, ja? Of je laat hem hier al inkakken. Kakken maar lak. Klakker de klap. Dat maar is hier krijg je ook een beetje... Hier zou je ook wat meer opere battle hebben. Omdat dit gewoon een vlak is. Dus hier heb je sowieso de verdedigende partij gaat hierop staan. Maar de aanvallende partij zou niet op deze muur gaan komen. Dus wat de verdedigende partij kan doen is dat ze hier bovenop gaan staan, gaan pijlen schieten en echt gewoon focussen op dat ene punt. Wat wel heel gevaarlijk is, je moet hier gewoon doorheen rennen, hè. Want uiteindelijk gaan ze hier allemaal echt wel gewoon puur... Dit punt wordt eigenlijk het meest schadelijke punt om doorheen te breken. Nou, maar door de main gate wordt al moeilijk. Ja, je hebt iets gedaan met Bedrock, maar ik fix het wel. What did I do, my friend? Er zat een gat, er zit hier nog helemaal een gat in. Een gat? Ja, ik fix het wel. Oh, oké. Ja, maar pindakaas gegeten dus. Ja, zo moet hij. Perfecto. Ik vind het in mijn klas ook gewoon helemaal fantastisch. Als ik daar een keer zeg ze van... ik heb net pindakaas gegeten dus. Ja, maar jij hebt daar gewoon de stem voor, Dennis. Jij hebt de stem der stemmetjes. Yes. Hoe voelt dat? Quite amusing if you say. Sometimes you're an old man. Sometimes you're a tall, strong man. Net of dat niet een uit... Tall strong man, en dat bedoel je nu wat je nu aan het zeggen bent? Nee. Die tekst die ik zeg is letterlijk wel. Kendall zegt Leia dan niet met een oud man, maar dan zegt hij van... Eén keer is hij een beer en de andere keer is hij een lange, sterke man. Ja. A man to reason with. A man to reason with. Sometimes he's a strong man and otherwise he's a bear. But the man is good to reason with, but the bear is unpredictable. Ja, dat was hem. Dat is zoiets. Zo zegt hij dat precies. Ja. The bear is gesproken, unpredictable. Dennis. Nou, maar mijn Gandalf stem is niet... Ja, het is nog niet... in de... Not 100%. We are the doors of Erebor. What time was it again? I don't know. I don't know. You don't know. Go back to your cave. Go back to the void. Go back now. And you come. Oh nee, dat is Lady Caradio. Lady Caradio. Als ze klaar komt, jongen, je weet hoe hard ze gaat schreeuwen. En shit sparkles. Ja. Nou, ik vind haar eigenlijk echt niet knap. Nee, ik ook niet. Ja, als ze niet blauw wordt in ieder geval. Nou, dan vind ik het nog niet knap. Ja, ik vind haar niet lelijk. Maar ze is een beetje oud, weet je wel. Ja, nou, een jaar of 4000, ik bedoel dan... Ja, dan zou ik er ook niet twee keer overheen gaan. Eén keer nog wel, maar...
Nou, ik denk eerder geen van beide. Nou, maar waarschijnlijk zal ze wel een elfen drankje hebben, waardoor ze er weer jonger uitziet door middel van CGI. Maakt niet uit. Het drankje heeft ze geen... Nee, ik wou net zeggen. Oeh, sport. Maakt niet uit, ik heb trek aan een koekje. Jij ook, denk je van... Maakt niet uit. Je krijgt lekker Tony. Ah, een koekje van eigen deeg. Een koekje van eigen deeg. Oh, sorry, dat was een beetje inappropriate. Sorry, oh, sorry, sorry, master. James. Sorry, master Baggins. Master Baggins. It is not. Dennis, in de herfstvakantie kom ik gewoon bij jou slapen. Gaan we lekker weer Lord of the Rings kijken. Oh, gaan we Lord of... Oh, dat vind ik helemaal mooi. Gewoon helemaal mooi. I never give up. Ja, dan moet je even op tijd mee zijn met wanneer. Herfstvakantie. Go, ja, neem maar welke dagen. Want als je blijft slapen, dan moet je helemaal kijken. Dan neem ik gewoon die week voor 2 dagen vrij. Ik kom je hier nog even helpen met het deel van... Nee, ik ben nog niet klaar. Ja, ik moet nog 1 klein dingetje doen en dan ben ik klaar. Oh, jij komt nou hier al helpen, zo ik zie. Ja, maar ik ben niet daar al klaar bij mij. Dus. Oh ja, oh, ik dacht dat ik zei dat ik daar moest komen helpen. Nee. Ga jij eens even heel snel normaal doen, jongen. Wat denk jij nou? Denk je dat ik autist ben, dat ik dat niet kan of zo? Nou, Delano heeft... Even... Altijd dag, hij zei met jou. Altijd dag, hij zei met jou. Titel Helm's Deep. Altijd dag, hij zei met jou. Altijd dag, hij zei. Ik denk dit hoekje zo laten. We hebben het een beetje verkloot hier, Dennis. Wat hebben we verkloot? Ja, dit heb ik verkloot. Zo. Helemaal goed. Ik zeg zo houden. En niks meer aan doen. Ja. Maar welk hoekje, waar had je het over? Ja, goed. Dit is toch nice? Dit is toch zo gewoon zo'n puur zo'n opstijgpunt waar hier dan de trap zit. Maar die moet wel wat steiler, denk ik. Dus die moet gewoon echt zo lopen. Of niet? Eerder verwachten. Want... Ja, we gaan eerst even dit opmaken, dit stukje. Hier gaan we dan de berg nog verder doen, dat hij hier nog een beetje overheen loopt. Of denk je ik van, denk dat ik dit met landscaping fix, dat hoekje. Ik denk dat we nou gewoon op het middenstuk verder gaan. Maar is goed, maar dat bewaren we voor een volgende keer. Want we gaan niet ophouden, want ik zie dat we al 22, bijna nou 23 minuten aan het opnemen zijn. Dus in ieder geval, vonden jullie natuurlijk een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Subscribe op WatchDagger en op de Denminers of nou, de dan... Roughness. Ja, ik wou net zeggen, de Denminers, godverdomme man, dat is wel... Ja, de Den... dat was een je oude kanaal, ja, of niet? Dat is 2 jaar terug, dus nee, niet daarop abonneren. Abonneer op Roughness, kanaal staat in de beschrijving. Dus wil je even kijken naar zijn Let's Builds, oftewel Rivendell, dan kan je dat natuurlijk even doen. Yes. Ja, en laat natuurlijk even in de comments achter wat jij tot nu toe van Helm's Deep vindt. En ik ga jullie nog een kleine spoiler geven. We zijn natuurlijk nu al best wel ver met Helm's Deep. En wij hebben ervoor gekozen dat wij in onze volgende build met... Zeg jij maar, Dennis, waar gaan we mee bezig? Asgiliath. Asgiliath. Zet hier, man. En ik hoop in ieder geval dat jullie daar ook veel zin in hebben. Dat gaat sowieso waarschijnlijk wel 50 tot 60 afleveringen duren voordat wij daarmee klaar zijn. Yep. Dus huisje, ik hoop in ieder geval dat jullie een beetje geamuseerd zijn. Huh? Ja, het is spannend. En waarschijnlijk wordt het 1 grote siege. En meer ga ik er verder nog niet over zeggen. Nope. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Heb jij nog wat te zeggen, Dennis? Otmon. Otmon. Later.